Canta. Daktangi en Towewata is de herdenking van 158 jaar afschaffing van de slavernij gehouden bij het monument van Kwaku. De Federatie voor Afrikaanse Ranamang heeft zoals elk jaar een Maripa Boto met bloemen gelegd aan de voet van Kwaku. Het bijzondere bij deze herdenking is dat Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, namens Nederland excuses heeft aangeboden voor de betrokkenheid van het stadsbestuur bij het slavernijverleden. Wij brengen nu een fragment van een livestreaming van het NOS. Geen enkele nu levende Amsterdammer heeft schuld aan dat verleden. Maar als bestuur nemen wij wel onze verantwoordelijkheid hiervoor. Dit stadsbestuur staat in een niet onderbroken lijn met het bestuur van haar voorgangers. Ook met dirigenten en burgemeesters wier handelen wij verafschuwen. Wij streven naar een rechtvaardige omgang met onze geschiedenis. Verzoening rond een gedeeld verleden maakt ruimte voor onze gezamenlijke toekomst. Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij en de wereldwijde handel in tot slaafgemaakte, bied ik namens het college van burgemeester en wethouders excuses aan. Iwan Wenga, de voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang, beaamt dat Europa wakker begint te worden. Volgens hem beginnen zij te beseffen wat ze hebben gedaan met Suriname. Wenga zegt verder dat excuses vanuit Nederland altijd welkom zijn, maar dat die alleen lang niet genoeg zijn. We zeggen prima, pardon vinden we. We vinden fijn dat jullie zeggen, jullie pardon zeggen aan ons, maar pardon is niet voldoende. Pardon moet van jullie komen en het komt van jullie, prima. Maar pardon is natuurlijk een lichte verzachting, zou je ze kunnen zeggen. Maar het brengt nog geen soelaas, het brengt nog geen verandering. Wat er moet komen wanneer je schade hebt aangebracht aan mensen, doordat je een cultuur hebt weggenomen, waardoor ze een beetje een slechte ontwikkeling gekregen hebben, waardoor sociaal, economisch, maatschappelijk achteruit gaan, dan moet je gaan werken aan die zaken. Wij hebben gezegd van onze kant, we hebben het geïdentificeerd. Wat we nodig hebben zijn deskundigen die moeten helpen om projecten te maken. Wat we nodig hebben zijn, is geld nodig om projecten uit te voeren. Want pas als je projecten uitvoert, dan ga je die touch hebben met elkaar. En bij die touch ga je die erupties krijgen. En daar heb je deskundigen nodig om te helpen om die touch minder vervelend te hebben. Maar ook geld nodig om die projecten uit te voeren. Iwan Wenga, de voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang. Vandaag vierde de federatie ook haar 25-jarig bestaan. In Nederland is de viering gehouden bij het monument van slavernijverleden in het Oosterpark te Amsterdam.